Hallo, hallo! Leuk dat je weer kijkt naar Fem. Ik ben Sonny van Sonny Zoekt Geluk. En vandaag deel ik mijn relatiegeheimen met jou. Wat kan je nou, wat helpt er nou, welke gewoontes of wat kun je doen om het allerbeste uit je relatie te halen? Wat ik heel erg belangrijk vind is dat je elkaar omhoog helpt en dat je elkaar beter maakt en dat je allebei groeit in de relatie in plaats van dat je naar beneden gaat en elkaar naar beneden trekt. En dat zie je vooral op carrièregebied, dat de een wil bijvoorbeeld wat nieuws gaan doen. Je denkt, ik word fulltime blogger. En dat dan je partner, dat die dan zegt, ja, zou je dat nou wel doen? En is dat wel een goed idee? En je weet het niet en er zijn al zoveel bloggers. Er wordt heel vaak vanuit angst gedacht, zeker als het om zoiets spannends gaat als wisselen van studie of wisselen van carrière. Dan spreekt de ander vaak uit zijn angst en onzekerheden. Maar daarin is het heel erg belangrijk dat je en bij jezelf blijft en dat je als partner die ander helpt. Dus help elkaar omhoog. In Nederland hebben stellen, gemiddeld genomen, maar 5 minuten quality time met elkaar per dag. Ja, dat is gewoon onzin, want hoezo? Ik zit hier toch gewoon Netflix de hele avond te kijken. We zien elkaar toch gewoon, maar elkaar zien, zeker als je samenwoont, dat is absoluut geen quality time. Dat is ook trouwens het grootste verschil als je samenwoont of dat je niet samenwoont. Dat als je niet bij elkaar woont, dan ga je nog echt daten. En dan ga je echt, dan heb je afgesproken, dan heb je echt een leuke avond samen. Terwijl als je samenwoont, schiet dat erbij in, omdat je elkaar toch wel ziet. Dus dat is ook een tip, blijf echt daten. Blijf echt moeite doen voor elkaar en dat je er leuk uitziet en iets leuks aantrekt, dus dat je ook aantrekkelijk blijft. Ja, wees erop bewust hoeveel quality time je met elkaar doorbrengt. En dan telt het dus niet tv kijken en niet eten voor de tv, maar gewoon echt even dat je met elkaar zit en een gesprek met elkaar hebt. Een van die dingen die ook heel goed werkt daarbij is dat als je vriend of vriendin thuis komt, dat je dan ook echt even opstaat en even zegt, hi lieverd, en enthousiast bent en hem of haar een kus geeft. Als je huidcontact hebt en elkaar aanraakt, dan maak je lichaam dopamine aan. En dopamine zorgt er onder andere voor dat je zin in seks krijgt. Nou, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk voor een relatie. Maar zeker als je langer samen bent, dan vergeet je het wel eens. Je zit bijvoorbeeld lekker op de bank, je zit tv te kijken, je vriend komt thuis en je zegt hoi, and that's it. Maar als je dan toch even de moeite neemt of zegt, hey, kom eens hier, ik wil even knuffelen of kussen. Als je dat niet meer veel aan het doen bent, breng het weer terug in je relatie. Want dat is ook echt het eerste contact richting seks. Ja, en seks is gewoon heel erg belangrijk voor een relatie. Omdat je dan de hormonen weer aanmaakt van, ik hou van jou. En als je dat een tijdje niet hebt gehad, ja, dan heb je dus minder dat gevoel. Wat ik ook super belangrijk vind, is dat je tegelijkertijd naar bed gaat. Als je samen een avondritueel creëert, je gaat samen tanden poetsen, je haalt je make-up eraf, je doet dat lekker in de badkamer en daarna ga je in bed liggen. En heb je gewoon nog even een gesprekje, ben je nog gewoon even aan het nababbelen over de dag. Dat is ook al een heel erg intiem moment. En ik moet ook eerlijk bekennen, ik heb een ex gehad en hij ging soms echt 3 uur later dan ik naar bed. Het is gewoon niet handig. Je mist dat moment en hij staat ook later op. Dus in de ochtend heb je ook weer niet een intiem moment of een ontbijtmoment samen. Dus ja, ik vind dat zelf echt heel erg belangrijk. Over dat tandenpoetsen trouwens gesproken, wat ik echt super lief vind, wat Jorg altijd doet voor mij. Hij legt mijn tandenborstel klaar met tandpasta er al op. Dat vind ik zo lief. En dat vind ik ook heel erg leuk in de relatie, dat je dit soort mini kleine dingetjes voor elkaar blijft doen. Dat je een leuke post-it achterlaat of iemand een leuke songtekst, of hoe noem je dat, een videoclip. Songtekst. Een videoclip van YouTube of zo, dat je dat doorstuurt. Of een leuk gedichtje of een quote. Weet je wel, dat soort hele kleine dingetjes brengen ook veel meer liefde in je relatie. Ja, ik vind het zelf heerlijk als Jorg ineens het vuilnis buiten heeft gezet of de vaatwasser heeft in of uitgeruimd. Weet je wel, dat soort kleine dingetjes waar je geen zin in hebt, als hij dat dan voor je heeft gedaan, dat is natuurlijk hartstikke lief. Maar iets wat ik ook heel erg vind, maar wat je wel heel vaak ziet, is dat stellen, als ze in een vriendengroep zijn, dat ze elkaar afzeiken ten opzichte van anderen. Dat kan toch niet? Ik vind echt, als je een stel bent, dan ben je een team. En dan support je elkaar no matter what. En thuis praat je dan wel over hoe het dan echt zit. Of wat zei je daar nou? Ik vond het niet leuk dat je dat zei. Maar als je met anderen bent, dan moet je elkaar niet gaan lopen afzeiken. En als laatste, zorg goed voor jezelf. Als jij moe bent of overwerkt of onzeker over alles, dan kan je nooit de leuke jij zijn die je bent. Dus dan ben je ook niet een leuk persoon in een relatie of om op te vallen. Verwacht nooit dat de ander jou gelukkig kan maken. Als jij somber bent of als je heel veel angsten hebt voor dingen, verwacht dan nooit dat die ander dat stuk van jou wel kan aanvullen of kan oplossen. Het is goed om erover te praten, tuurlijk. Maar ja, je mag die verantwoordelijkheid nooit bij je partner leggen. Je moet dat echt zelf doen.
Dit waren mijn tips voor een gouden relatie. Veel succes. En voor nu zeg ik, ophouden met YouTube. Snel naar buiten, want de zon schijnt.